Hallo allemaal, mijn naam is Jan-Willem Slaghuis, coördinator sportaccommodaties binnen de gemeente Twenterand, waaronder zwembad De Stampen. Zoals jullie weten, kregen we een fantastisch mooi nieuw zwembad. En weet je wat? Ik ga jullie meenemen. Ga je mee? We komen hier in het hart van het zwembad, de machinekamer. En we gaan eens even kijken of hier iemand wat uitleg kan geven over de installaties. Ah, kijk, Geert Frans. Hey, Jan-Willem. Hey. We zijn hier in de machinekamer. Zou je wat meer kunnen vertellen hier over de installaties? Ja, zeker. We staan hier in het hart van het zwembad. Eigenlijk waar alles gebeurt om iedereen veilig en gezond te kunnen laten zwemmen. We hebben hier een aantal grote componenten staan, zoals je al ziet. Dit zijn de grote zandfilters waarin we het water zuiveren. Daarachter staan eigenlijk een hele grote wasmachine waarin we de basis filtratie doen. Jo, ik zie je een beetje vragen. Ja, kijken. Kom. We gaan er even in. Ja. Ik ben verstandig. Ja, kijk, als je hier kijkt, dan zie je dus daar eigenlijk een hele grote trommel staan. Dat noemen we een trommelfilter, ook wel een soort wasmachine. En het vuile water komt vanuit het zwembad, gaat eerst door de trommel. Hè, net als thuis in je wasmachine, even schoonmaken. En vanuit daar gaan we naar de buffer toe. En vanuit de buffer pakken we het water naar de zandfilters. En vanuit de zandfilters gaat het door de verwarming heen. En dan gaat het weer terug naar het zwembad. Doen we een beetje chemicaliën bij, want we willen natuurlijk ook nog een beetje lekker kunnen zwemmen. Dat het ook allemaal veilig is. En dan kan iedereen lekker warm zwemmen. Je zegt chemicaliën. Wordt er ook een chloor opgeslagen? Nee, we hebben hier totaal geen chlooropslag. En wat gebeurt er hier zoal, Geert Frans? Nou ja, we staan hier ook bij een deel van de watermolensinstallatie. We maken hier middels een heel groot vat met zout. Maken we een heel beetje chloor. Dat doen we met deze machine. En dat chloor injecteren we zodra het gemaakt is, geproduceerd is, direct in de waterbehandelingsinstallatie. Zodat we hier ook geen opslag hebben van chloor of chemicaliën. Je vertelde net over het verwarmen van water. Hoe wordt het zwembad verwarmd? Nou, dat doen we middels warmtepompen en luchtbehandeling. Maar dat kan ik je wel even laten zien. Dan lopen we daar even heen. We stonden net in het laagste punt van het zwembad, nu bijna op het hoogste punt. Wat staat hier achter ons? Ja, wat we hier zien staan, dat zijn de warmtepompen waarmee we de warmte opwekken voor het hele zwembadcomplex. Die draaien op elektra. We staan hier bijna op het hoogste punt. Hierboven zit het hoogste punt. Daar komt vol te liggen met PV-panelen waarmee we de warmtepompen gaan laten draaien. En hoe wordt die warmte verwekt naar binnen? Nou, deze warmtepompen die wekken de warm water op. En met die warm water gaan we naar de luchtbehandeling. En vanuit de luchtbehandeling gaan we naar de zwemzalen. Maar dat kan ik je ook wel weer even laten zien. Nou, dan gaan we daar even kijken, denk ik. Geert Frans, er staat hier een enorme kast achter je. Kun je vertellen wat hier gebeurt? Ja, we zijn hier eigenlijk in de tweede techniekruimte, de luchtbehandelingsruimte. We hebben net gezien dat we de warmte opwekken buiten met de warmtepompen. Dat water wordt naar deze ruimte getransporteerd en naar de grote luchtbehandelingskasten gebracht, waarmee we de lucht gaan verwarmen en via vier grote kasten de lucht het complex in brengen. En kun je dat uitbeelden in een hoeveelheid? Ja, ongeveer totaal 45.000 kuub per uur brengen we een verwarmde lucht het gebouw in. Dit was hem dan voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Houd de socials van de gemeente Twenterand goed in de gaten, want er gaan nog meer video's komen van dit fantastisch mooie zwembad.